Mevrouw Lamers en meneer Drijfhoff, wat verwachten jullie ervan vandaag? Hoge verwachtingen? Nee. Maar ik denk dat het een ontzettend goed en leuk bijeenkomst zal worden. Dus we gaan heel veel plezier maken, dat in ieder geval. Zou het iets bijdragen aan het algemene democratiegevoel in Nederland? Dat is een moeilijke. Ik heb begrepen dat heel veel mensen die zeggen al van dat kost 1 miljoen, wat een geld, en dat moet de burger weer opbrengen. Als het wat oplevert, dan is het geld waard. Wat verwacht u ervan? Voor mij net zo'n verrassing als voor iedereen, denk ik. En wat ik zelf hoop is dat ik leuke ideeën krijg over democratie. Dingen, leuke dingen, minder leuke dingen, problemen oplossen. Om te kijken hoe dat werkt en hoe dat nu gaat en hoe bekende en minder bekende Nederlanders er straks in Nijmegen over praten en denken. We gaan eerst even met de bus op reis. Hè. We zitten nog midden in Heemskerk en straks in Nijmegen. Hoe was het? Leuk. Ja, leuk. Het was moeilijk soms ook. Maar ik kon sommige dingen niet vinden. Nou, toch vind ik dat we best snel ontsnapt zijn voor in een politieauto. Ik denk dat de beveiliging omhoog moet in Nederland. We staan hier met een mevrouw met een jong meisje. En zijn beide, denk ik, van het SGP. Ja. Er wordt veel gesproken over het inentverbod. Ja. En daar zouden jullie tegen zijn? Nee, wij zijn wel tegen het verplicht stellen van inentingen. Omdat wij vinden dat een vrije keuze is van ouders. Maar ik denk dat heel veel van onze achterban de kinderen gewoon zijn ingeënt. En dat geldt ook voor haar. En zij doet gewoon mee met het reguliere programma. Omdat, denk ik, net als heel veel in onze achterban, we gewoon vertrouwen hebben in de Rijksoverheid en het programma wat ze opgesteld hebben. Want als je kind niet inhent en je wil afdwingen dat het toch naar een kinderdagverblijf kan, dan zal die andere ouders op met jouw beslissing. Ja, en dat is ook dubbel daarin. Maar dat is ook wel weer het recht van die ouder om daarin een keuze voor het eigen kind te maken. En vervolgens is het dus ook weer de beslissing van het kinderdagverblijf om daar een keuze in te maken. Oké, dankjewel. Nog een fijne dag hier op het Democratiefestival. Ja, dat gaat vast goed komen. Dankjewel. En waar liggen jullie speerpunten voor de komende periode? Wij zijn natuurlijk druk bezig met de klimaatverandering. We proberen zoveel mogelijk maatregelen in de Tweede Kamer, in de Provinciale Staten en in de gemeentes te treffen om die zo hard mogelijk tegen te gaan. En wat ons betreft, wij blijven gewoon strijden voor de dieren. Krol, waarom op het Democratiefestival? Omdat ik hoop dat het een succes gaat worden. Het is van belang dat mensen thuis in de gaten krijgen hoe belangrijk democratie is. Ik zeg altijd, Eerste Kamer is belangrijk, Tweede Kamer is belangrijk, maar de Huiskamer die is het allerbelangrijkst. Mijnbuurtje.nl is een aanpak die ervoor zorgt dat inwoners, organisaties en gemeentes elkaar weer leren kennen en dingen samen gaan doen. En waar wij in geloven is dat eigenlijk alles wat jij nodig hebt al te vinden is in jouw buurt. Alleen dat mensen het vaak niet meer weten, omdat ze, als ze al met elkaar praten, niet altijd de juiste gesprekken voeren. Nou, wij helpen ze elkaar weer te vinden en toegang te krijgen tot alle mooie dingen die gebeuren in de buurt. En daardoor ontstaan ook weer allerlei nieuwe initiatieven. Nou komen wij uit Heemskerk. Is er in Heemskerk ook een Mijn Buurtje? In Heemskerk is nog geen Mijn Buurtje, maar wat niet is, kan natuurlijk nog wel komen. Nou, stel voor dat ik dit zou willen, wat moet ik dan doen? Dan neem je contact met ons op, als inwoner of de gemeente. En dan vragen we je, als je dat als inwoner doet, van goh, zullen we dan samen een afspraak maken met de gemeente om samen te gaan kijken of dat dit iets zou kunnen zijn voor jullie gemeente. Wat wilt u bereiken door hier op het Democratiefestival te staan? Door nog meer bekendheid hier aan te geven. Want ik gun echt iedere plaats, iedere wijk in Nederland een Mijn Buurtje. Ik gun iedereen dat ze elkaar kunnen vinden. En dat ze dingen samen kunnen gaan doen en voor elkaar kunnen betekenen. Ja, met z'n allen kunnen we de wereld een beetje mooier maken en daar dragen wij graag aan bij. Op het Democratiefestival, wat doet de rechter daar? Ja, democratie, het rechtspraak is een van de pijlers van onze democratie. En wij zijn dus ook vertegenwoordigd op dit festival waar we de democratie vieren.
Wij spelen vandaag zittingen na, geven TED-talks over de rechtspraak. Ik heb zojuist de strafvonnis besproken met de mensen, waarin de mensen zelf uiteindelijk het oordeel moesten vellen. En dat ging eigenlijk heel goed. Dus het volk besliste precies als de rechter had gedaan. Wat valt u nou op aan de reacties die op zo'n proefvonnis uit de zaal komen? Nou, wat eigenlijk met name opvalt is dat iedereen zo betrokken is. En iedereen midden in de casus zit meteen. En meteen zijn mening heeft en ook goed weet wat is bewijs en wat is geen bewijs. En wat moeten we met een verklaring van een verdachte? Moeten we dat geloven of niet? Dus de mensen zijn eigenlijk in een split second zijn ze ook rechter. Ik word er wel blij van. Marion Bakra, van Jongeren op Gezond Gewicht. Ja. Wat doen jullie eigenlijk op het Democratiefestival? Nou, wij doen als organisatie, wat wij belangrijk vinden, is dat kinderen kunnen opgroeien in een gezonde omgeving. Dus in een omgeving waarbij het logisch is dat je gezond kunt eten, lekker kunt bewegen, lekker kunt spelen, dat het makkelijk wordt gemaakt. Wat wij doen is als een gemeente zegt van nou, we vinden het belangrijk dat wij de omgeving van kinderen gezonder kunnen maken. Dan gaan wij met de gemeente in gesprek om te kijken waar ligt precies de behoefte. Hoe gaan we met elkaar toewerken naar een omgeving die gezonder wordt. Nou, dan hebben wij adviseurs, maar dan hebben we ook experts die bij kunnen helpen. We zorgen ervoor, hè, want we hebben 142 gemeenten, dat gemeenten ook echt van elkaar kunnen leren. Dus dat er goede voorbeelden worden uitgewisseld. En dat we stap voor stap een verbetering zien in die omgeving. Wij hebben hier een simulator staan om eigenlijk op voorhand te kijken hoe wij de weginrichting zo kunnen verbeteren dat we een bepaald rijgedrag afdwingen. En hoe werkt dat dan in de praktijk? Nou, in de praktijk kunnen we de weg inrichten conform de richtlijnen, maar we kunnen daarnaast ook kijken naar de bermen van de weg. En dan kijken we bijvoorbeeld naar het plaatsen van hagen of uitritten markeren met andere bestrating. We kijken ook naar kruispunten markeren met bomen op een veilige afstand van de weg. En wat we hier proberen is eigenlijk met een simulator op voorhand te testen van welke maatregelen werken nou het beste op de weg. Het is nu nog een proef. We zijn nu eigenlijk bezig met het helemaal opzetten van de simulator en ook het goed krijgen van alle input. Er zitten sensoren op die simulator die bijvoorbeeld meten hoe hard iemand in het stuur knijpt, wat de hartslag van de persoon is. Dus ja, dat vraagt wel even wat afstelling om dat helemaal goed te krijgen. En dat is nu de proef die loopt. Maar de verwachting is wel dat we dat binnen de komende jaren ergens in ieder geval echt uit kunnen gaan rollen. In principe willen we die simulator inzetten om het concept natuurlijk sturen eigenlijk goed in beeld te brengen. En natuurlijk sturen gaat erop in dat je de omgeving van de weg zo inricht dat je een bepaald rijgedrag afdwingt. En dat doe je inderdaad met name op wegen die al conform alle richtlijnen zijn. En waar je dus eigenlijk qua inrichting van de weg zelf, hè, van beleiding, wel of geen vluchtheuvels, daar kun je eigenlijk niet meer zo heel veel op doen. En dan ga je kijken naar de omgeving ervan. Ja. Wij zijn van de tv, uit Heemskerk helemaal. Weet je waar het ligt, Heemskerk? Nee, dacht ik al. Waarom zijn jullie hier eigenlijk vandaag? We moesten eigenlijk met school meekomen, want het was een geschiedenisopdracht naar het Democratiefestival. Ja, en het blijkt eigenlijk best wel leuk te zijn. Oké. Ja. Nou, hadden jullie er niet zoveel zin in vooraf? Nee, want alle informatie online was een beetje saai en bleek echt gewoon iets meer voor ouderen dan voor jongeren. Ja, en maar jullie zijn nu tot ontdekking gekomen dat jullie echt een stem in de democratie kunnen hebben? Ja, eigenlijk wel, ja, toch? Ja? Ja. Nou, leuk. Welke school zitten jullie? Mondiaal College Levensbroek. In Nijmegen? Ja, Nijmegen. Okay. En dat is VWO? Wij doen allemaal 4 HAVO. 4 HAVO is gekomen. 4 HAVO? Ja. Nou, leuk jongens. Leuk jullie hebben gesproken te hebben. En ja, nog veel plezier dankjewel. Vandaag. Dankjewel. Jij ook. Oké. Zorg voor nu laat zien dat we zelf al heel veel kunnen met allerlei slimme toepassingen voor gezondheidszorg. En die slimme toepassingen, ja, daar kun je zelf heel veel mee doen. En dat is ons democratisch recht, hè, dat we zelf bij onze gezondheidsgegevens kunnen bijvoorbeeld. Zoals we net ook in de grote grip op je eigen gezondheidsgegevens spel hebben gezien hier. Waar een hoop mensen de mogelijkheden van een persoonlijke gezondheidsomgeving hebben gezien. Maar ook het zelf meten van je eigen gezondheidsgegevens.
het werken met patiëntportalen, het contact maken weer met mensen die dementie hebben met allerlei slimme toestellen. Met dat soort oplossingen zien we wat de democratie ons brengt, ook op het gebied van gezondheid. Nou, dat brengen we hier in de praktijk door vooral te laten zien wat er is, zodat mensen ook die mogelijkheden kennen. Door de zorgverleners die hier zijn te laten zien dat hun werk ook leuker en makkelijker kan worden met dit soort handige oplossingen. Dat horen wij ook altijd bij dit soort evenementen, dat mensen zich weer verbazen over wat er allemaal al kan en wat er mogelijk is. En ook hoe heel veel dingen je vrijheid kunnen bezorgen. We laten straks bijvoorbeeld ook wat robots zien. Dat klinkt heel eng, maar daar zit ook een eetrobot bij. Wat heel handig is voor mensen die niet meer in staat zijn zelf een lepel op te kunnen tillen om te kunnen eten. Die dan daarmee weer de zelfstandigheid behouden of herwinnen. We hebben ook bijvoorbeeld straks een robot handschoen waarbij mensen na een hersenbloeding de kracht in hun eigen hand weer terug kunnen vinden. En daardoor ook weer veel zelfredzamer blijven. Twee zo zie, dan denk ik van, nou, jullie hebben een hele lekkere dag gehad. Ja, ja, absoluut. Ja, heerlijke dag. Ik vind het zonnige dag. Ja, dat ook. En ik ben er toch helemaal weer opgeknikt, ook even met denkbeelden en zo. Ja. Even helemaal uit. Jawel. En natuurlijk het eerste democratiefestival. En wat is er nou het meest opgevallen? In zijn algemeenheid het feit dat dit georganiseerd wordt, samen de democratie vieren en erbij stilstaan. Dat heel belangrijk is en dat het iets is wat we moeten koesteren. Dat vond ik eigenlijk het mooiste van de dag. Dus wat u betreft morgen volgend jaar weer? Zeker, ja. En dan nog iets groter graag. Het meest opgevallen is de gezelligheid, de diversiteit aan mensen, de diversiteit aan activiteiten. En de goede sfeer. Het had misschien iets drukker mogen zijn, hè. Er is wat discussie over geweest. Maar al met al denk ik dat het juist heel overzichtelijk is geweest dat mensen niet over elkaar heen hoefden te lopen, maar gewoon een hele gemoedelijke, leuke sfeer waarin ook lekker gedebatteerd werd trouwens over diverse onderwerpen, ja. Waaronder sociale aspecten in de samenleving, geld, armoede, nou, maar dus, interessante dag. Oké, en volgend jaar weer? Ja, wat mij betreft zeker. Ja, 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 als het democratiefestival is, dan ben ik daar te vinden als wethouder democratische vernieuwing in Velsen.